Hoi allemaal, het is bijna kerst en daarom dacht ik doe ook even een soort kerstthemed video op mijn kanaal. Want het leek me leuk om een soort kerstlook te gaan creëren met de Ethos make-up producten die ik heb gekregen. En ze zijn allemaal echt heel mooi. Het is allemaal very shiny. Voordat je het weet is het alweer voorbij. We hebben nog een paar dagen te gaan en dan is het kerstavond, kerstdag, tweede kerstdag. En ik heb er helemaal zin in. Dus ik ga me lekker opmaken en gewoon een beetje tussendoor met jullie kletsen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen alvast en dan ga ik maar beginnen. Tuurlijk is het december en heb ik meteen kulpijn. Dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Ik ga even met de basis beginnen. Ik weet nog steeds niet wat ik doe, maar ik doe gewoon wat werkt ofzo, denk ik. Ik heb een spiegeltje om eventjes naar mezelf te kunnen kijken terwijl ik bezig ben. Oké, de laatste tijd gebruik ik af en toe iets meer make-up dan normaal. Heel vaak deed ik alleen mascara en lippenstift en dan was het klaar. Maar de laatste tijd vind ik het ook wel fijn om gewoon net even iets meer op mijn gezicht te smeren. Gewoon omdat ik bijvoorbeeld wallen, oneffenheden. Standaard doe ik sowieso camouflagecreme van Catrice gebruik ik altijd voor mijn wallen en dan oneffen plekjes. Hij lijkt echt te donker voor mij. Which misschien is hij ook wel te donker. Maar op een of andere manier als ik hem onder mijn wallen plaats. Op mijn wallen plaats. Dan is het gewoon, ik weet niet, het werkt. Weet je, en als het werkt vind ik het allemaal helemaal best. De wallen zijn flink aanwezig. Lekker. Oh, ik zou bijna hierin dippen. En wat vind jij leuk met de kerst? Ga je dan helemaal all-out glam? Of ben je juist de persoon die juist zo min mogelijk glam heeft? En gewoon lekker op de bank in een cozy outfit ligt. In een foute kerstsweater. Of juist in het strakke of mooie glam jurkje. Ik denk, er zijn twee personen. Of je kan het natuurlijk de ene dag casual doen en de andere dag super wow, glitters. Ik weet nog niet zo goed wat ik dit jaar ga doen. Ik moet ook veel werken dit jaar, dus ik heb ook niet echt bizar veel kerstspirit met, zeg maar. Ik vind het wel heel leuk, maar ik moet toch heel veel werken, dus de helft, ja, dan is het gewoon anders of zo. En het is helemaal niet erg om te werken, want ja, kan je wel lekker bijverdienen natuurlijk. Ik weet ook helemaal niet hoe dit eruit ziet op camera. Laten we hopen dat het een beetje oké uitziet op camera. En anders niet. Ik heb ook nog deze, een BB cream, Dream Satin BB cream van Maybelline met SPF 30, het is 03 light medium. Ik moet een keer misschien gewoon kijken naar wat ik haal, want ik haal altijd maar wat en dat is eigenlijk waarschijnlijk helemaal niet goed. Ik ben nog steeds geen make-up guru, but okay. We doen het er gewoon mee. Als het er super raar uitziet, rip mij. Want zo loop ik overdag ook over straat. Oh ja, als je die oorbellen ziet. Ik heb die van Studio B. En ik wilde even zeggen dat ze daar hele mooie oorbellen hebben. Het moet maar net ook. Je moet maar net je stijl zijn ook natuurlijk. Maar ik ben de laatste tijd wel meer into Audrey Hepburn stijl. Niet dat ik dat nu helemaal schreeuw, zeg maar, als ik iets aan heb. Maar meer gewoon dat classy. Ouderwets, grote oorbellen. Een beetje chique oorbellen. Of gewoon chique jurkjes. Ik vind dat wel gaaf. Sowieso ligt dat natuurlijk ook een beetje in lijn met broekspakken en zo. Ik heb altijd dat ik in de winter echt super bleek word. Ik ben waarschijnlijk niet de enige. Maar nu valt het enigszins mee omdat ik lichter haar heb. Maar normaal heb ik natuurlijk super donker haar. Super donker haar en een bleek gezicht. Het sterkt elkaar gewoon zo aan. Dus ik heb altijd in de winter en zo dat ik dan gewoon helemaal spierwit ben. En dat vind ik echt niet chill. Dus ook al valt het nu wel een beetje mee, heb ik toch bronzer. Die gebruik ik meer. Hoop ik weer dat het er een beetje oké uitziet. Want ik doe altijd maar wat. Maar weet je, als het werkt, dan werkt het. Maar ja, als het niet werkt, dan heeft niemand me dat ooit verteld. Maar ja, dan maakt het ook verder niet heel veel uit. Oh, nee, tuurlijk. Nee, dat vind ik zo rip. Er viel gisteren ook al. Nee, mijn highlighter. Ik was zo blij met deze highlighter. Nou ja, oké, dat is mijn eigen schuld. Dit vind ik echt tragic, my life. Oké, dus. Juist. Ik doe het ook niet echt als, waarschijnlijk heb ik nu heel veel opgedaan, maar oké. Gewoon om er iets gezonder uit te zien. Dat is het punt, zeg maar. Dat is meer het goal. Gewoon iets healthier dan bleek face. Ik bedoel, ik voel me dan net wat lekkerder, zeg maar. Niet lekkerder. Ik voel me gezonder, dat is het.
Net zoals als ik van de zonnebank kom en ik heb gewoon net die glow, dan voel ik me gewoon chill. Dit staat de basis, I guess. Nu ga ik de net kapotgevallen highlighter gebruiken, die ik vet mooi vond. Dus deze heb ik net gebruikt als brons natuurlijk. En dit is de highlighter. Het is een best wel, het is, ja, hoe noem je dat? Aanwezig, maar niet te aanwezig. Ik vind hem wel echt mooi. Het is een beetje parelmoer. Make-up guru Louise. In de spiegel ziet het er oké uit. Dus I'm content. En nu, eigenlijk mijn laatste ding. Ik heb hier zo'n borsteltje en hij is zo vies. Ik moet even een nieuwe halen eigenlijk wel. Voor mijn wenkbrauwen. Ik weet niet of je al eerder een make-up video hebt gezien van mij. Ik heb wel eens wat geplaatst. Mijn wenkbrauwen zijn altijd zo eigenwijs. Ik kan er niks mee. Dus dan maar extreem met haarlak wegkammen, want het heeft gewoon een eigen leven. Ik ben dan, heb dan wel weer het geluk dat ik gewoon aanwezige wenkbrauwen heb. Plus het feit dat ik gewoon super lui ben en nooit wat aan mijn wenkbrauwen zou doen. Maar voor de verandering, deze heb ik bij de Coolybooks gekregen. Ik weet nou niet, ja, het is natuurlijk gewoon een kleur die je krijgt. Dus ik ben nog niet helemaal zeker of dit nou de juiste kleur is voor mij. Maar hij is op zich wel donker, dus dat is oké. En omdat het kerst is en we gaan iets meer glam, is het ook niet zo erg om iets meer te hebben. Nou, ik denk, het is subtiel, maar best. Oké, dus ik heb nu mijn wenkbrauw gedaan. Eventjes een basislaagje op mijn hoofd gesmeerd. Mijn highlighter en mijn brons. Dit doe ik niet altijd. Brons doe ik nu meestal wel. Sowieso die camouflage voor me vallen. Het ligt gewoon aan de dag. Het ligt gewoon aan hoe ik me voel. Even kijken. Wat ga ik nu doen, hè? Ik denk oogschaduw. Oogschaduw is nog steeds mijn grootste minpunt. Want daar ben ik gewoon niet zo goed in. Nu heb ik wel van Ethos een heel mooi paletje gekregen. Dus daar gaan we iets mee doen. Ik weet nog niet zo goed wat dat iets zal zijn. Ik ga wel voor subtiel. Ik wil niet zo heel veel qua ogen. Want ik heb ook zo meteen nog eyeliner. Niet zomaar eyeliner, maar glitter eyeliner. Dus dat is al heftig. Dus ik doe de rest dan basic. Sowieso even kijken. Ze hebben hier ook nog, heb ik hier een blush. Iets meer leven in de wangen. Oké, daar gaan we dan. Volgens mij heb ik ook gewoon niet de goede, ik heb niet zoveel borstels, want I don't know. Het zijn hele rustige kleuren, dus dat vind ik wel mooi. Ik weet niet of dit er heel raar uitziet, maar het ziet er oké uit. Oké, ik heb wat op mijn oogleden gesmeerd. Ik heb zeg maar deze twee, die lichtere en deze iets donkerdere samen gedaan. En deze lichte en die lichte samen gedaan. Dus dat, ik twijfel nu, hè. Ik zat te denken dat het misschien handig is om basis te doen met een zwarte eyeliner. Maar eyeliner is überhaupt al moeilijk. En daarna kan ik dus één van deze twee glitter eyeliners doen. De andere lijkt zilver, maar het is eigenlijk een soort van, het is zilver, maar er zitten ook kleurtjes in. De andere is goud. Ik denk dat ik me meer goud voel. Oh, het is wel echt heel mooi. Ik weet niet of je dat nu zo ziet. Waarschijnlijk niet zo goed. Maar het is wel cute. I am a try this. Nee, ik vind het eng. Help. Ik ben niet zo goed met eyeliner. Dus ik heb altijd twee handen nodig op een of andere manier. Maar ja, die heb ik niet als ik mijn spiegeltje moet vasthouden. Even een kartonnen doos. Oh. Dit werkt, denk ik. Ja. Eyeliner de laatste tijd. I can't. Oké, minimaal opgefukt, maar oké. Misschien had ik dit beter niet kunnen doen, want I don't know what I did. Eyeliner is zo naar. Nou ja, ik ga er maar overheen met de gouden eyeliner. Misschien was het hele idee van een zwart laagje helemaal niet handig. Ik zal zo even closer laten zien hoe het eruit ziet. Zie je het überhaupt? Maar aan de andere kant is het op zich ook wel mooi. Als basis. Ik heb mijn basis af van mijn ogen. Ik vind de oogschaduw eigenlijk ook wel mooi. Dus nu nog eyeliner. Nee, mascara.
lippenstift. Ik heb 3 kleuren gekregen uit het pakket. Dus ik zal ze even laten zien. 3. En het zijn allemaal ook hele leuke verpakkingen trouwens. De eerste is meer een roze, een beetje roze tint. Vind ik wel mooi. Past waarschijnlijk ook wel bij mijn oogschaduw, denk ik. Andere is meer shimmery, iets donkerder. Deze is wel heel mooi, want hij is niet heel hard, zeg maar. Dus dat is ook denk ik wel mooi bij wat ik nu op mijn als look heb, zeg maar. Die rozere is wat feller. Dat vind ik ook wel een mooie kleur. En dan heb je deze nog. En dit is meer een bruin-rood tint. Nou ja, hij is toch roder dan dit. Nu twijfel ik voor welke kleur ik ga. Ik denk niet de roze. Ik ga even proberen hoe die zachtere kleur staat. Wacht. Huh? De zachtere kleur is op mijn lippen niet zo zacht. Dit is eigenlijk best wel een donkere kleur. Wel mooi, maar het maakt de look wel strenger of zo. Oké, ik heb dus nu de zachte opgedaan, waarvan ik dacht dat die veel iets subtieler zou zijn. Maar ik vind het eigenlijk wel een hele mooie kleur. Maar ik wil even de andere twee proberen en dan van daaruit beslissen welke ik ga doen. Laat vooral ook even in de comments weten welke kleur jullie het beste vinden passen bij de volledige look, zeg maar. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dus donker is lipstick 1. 2, dus die roze. Deze is meer wat ik verwachtte van toen ik hem swatchte. Vind ik mooi, maar ben niet helemaal in de mood voor deze, denk ik. Maar laat even weten in de comments of jij dit mooier vindt staan dan die andere bijvoorbeeld. Het is niet dat ik hem niet mooi vind. Ik vind hem wel mooi, maar ik heb even geen zin in roze volgens mij. Oké, en dan de laatste is de rodere kleur. En die is zeker rood. Ik had het niet verwacht, maar ik denk dat ik deze het meest voel op dit moment. Ook al vond ik die donkerbruine dan uiteindelijk ook wel heel mooi. Ik heb nog 1 detail. Een heel ouderwets ding. En dat is deze. Nou, dit vind ik er dus heel leuk uitzien überhaupt. Omdat het zo oldschool eruit ziet, ben ik een beetje van, heb ik net verteld. Maar dit is Glitter Hair Body Spray. En natuurlijk vind ik dit altijd ideaal met kerst. Want ja, met kerst ben je natuurlijk altijd helemaal beglitterd. Nou ja, ik weet niet of je het op camera ziet, maar het werkt wel. Ik ben helemaal beglitterd. Ik denk dat ik mijn haar even wat losser doe. Nou, ik had eerst mijn simpele oortjes. Nu doe ik denk ik mijn glam oortjes. Nou, lipstip op mijn tand. Lekker. Nou jongens, dit is de complete look. Mijn haar is nog niet echt op zijn toppunt. Maar er vliegen overal glitters hier. Ik vind hem mooi. Ik vind hem geslaagd. Let me know in de comments wat jullie van deze look vonden. Voor welke kleuren jij zou gaan. Zou je hem iets zachter doen of juist wat harder? De zilveren eyeliner of juist de gouden die ik ook heb gekozen. Ik ben benieuwd. Let me know. Laat me ook weten wat jullie doen met kerst. Lijkt me heel leuk om te weten. Ik heb gescheiden ouders, dus het ene moment ben ik bij mijn ma, het andere bij mijn pa. En dat wisselt een beetje en voor de rest werk ik lekker, dus lekker verdienen. Ja, fijne kerst. Heel veel plezier deze kerstvakantie als jullie die hebben. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg!